Je hebt heel veel parallel tussen koken en plastische chirurgie. In feite, koken is nog meer precisiewerk. Want als je nu bijvoorbeeld bij een dik viswijf van 100 kilo een kilo meer of minder wegsmijt, dan maakt niks uit. Maar bij koken, als dat niet uitgebalanceerd is, dan zijn je niet goed bezig. Maar dat is slecht. Voor Maria is vandaag de grote dag aangebroken. Ja, meisje, vandaag gaan we u wat mooier maken. Vooral die schone mannen. Voor wat was het nu? Even kijken. Ah ja, voor die twee lelijke kabeljauwen hier. Heel lelijk, hè? Nu, het eerste wat ik ga doen, dat is van uw tante Nonnesliepje een keer een reetveter maken. Voilà. Dat is voor de oude moeders. Ah, maar voor een twee lelijke Sint-Jacobsschelpen heb jij hier. Nu, ik weet, jij bent bang dat je met je uitpullende oren een verkeerde partnerkeuze gaat doen. Enfin, dat is wat jij uit je eigen vorige week aan mij verteld hebt. Eigenlijk heb ik het zelf letterlijk gezegd. Luister, Maria, het laatste wat ik nu ga doen is snijden. Want als ik het vel van je oren uiteenleg, dan krijg ik een oppervlak waarmee ik een Olympische trampoline kan bespannen. Nu, vanaf 2 vierkante meter ooroppervlak is dat een risico-operatie. Nu, wat kan ik doen? Ik kan uw kop wat dikker maken, zodat uw oren wat kleiner tonen. Ja, maar dan moet ik uw lichaam beginnen opvullen, want anders kloppen die verhoudingen niet. En dat is heel lelijk. Nu, je moet daar niet voor wenen. Ik zou het u ook kunnen verzwijgen, hè? Dat zit achteraf met de miserie. Kijk, ik ben iemand die de patiënten geen oor aannaait. Hè? Dat doet mijn assistent wel. Het eerste alternatief in plastische chirurgie is niks doen. De mensen horen dat niet graag. Het tweede is corrigeren met cosmetica. Het derde is orthopedagomosmose. Het vierde is... En het 21ste is pas opereren. 21ste. Ik ben oprecht blij dat we uiteindelijk voor de orthopedagoplosmose hebben gekozen. Dat was in uw geval echt waar het beste alternatief. Ik zou zeggen, succes ermee. Ja.